Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds zondag en we leven alweer om 14:34 en het is 6 oktober. En vrouwtje ziet er niet uit, want we liggen eigenlijk nog op bed. Ja, we zijn er, tenminste vrouwtje is nog zo moe. Ja, ja echt. Maar in ieder geval, welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En inderdaad, we leggen nog eigenlijk op bed. We zijn even voor de volgende keer naar beneden, want je moet wel naar de wc en de meisjes even buiten laten. Maar ja, zo zie ik er dus uit als ik nog op bed leg en ik ben echt rotje af. Ik ben zo moe, mijn benen doen me zo zeer, mijn rug doet me zo zeer. Dus ik neem even zometeen andere medicijnen in en dan gaan we het toch weer leggen. In de hoop dat het zakken gaat, of overgaat, of wat dan ook, maar niet erger gaat worden. En nou ja, jullie zien het, ik ben gewoon nog moe, echt moe. Maar oh, wat heb ik het fijn gehad, ja echt. Maar in ieder geval, ik ga lekker nog eventjes zo meteen weer naar boven. Ik moet eerst even die medicijnen innemen. En ze krijgen alle drie nog even wat lekkers. Ik kan er nog, ik wil er ook even in. Dus die krijgt ook wat lekkers gewoon. Ja, simpel zat. Ja, kereltje. Ja, mijn kereltje. Hi, schatje. Ja. Ja, je krijgt snoepjes, joh kind. Ja, je krijgt snoepjes. Ja. En ik had een leuk lampje gisteren gekocht daar in Duiven, maar ja. En dit apparaat werkt gewoon niet. Nee, batterijtje die erin zat, die erbij was geleverd, werkt gewoon niet. Dus ja. Dan moet gewoon weer een nieuwe in. Op wat, ja, op wat voor manier. Ik weet al hoe dat moet, daar niet van. Maar dat apparaatje zelf. 3 oplaadbare batterijen erin. Net klaar met opladen. Dus daar ligt het er niet aan. Eerst deed hij het wel, nou doet hij het niet. Dat Karin er nog was, deed hij het. En later ben ik er weer mee bezig, samen met Patrick en Irene. Deed hij niet wel dat... Hij blijft flikkeren. Want ik was mee bezig om al die knopjes uit te proberen. Dat moet kunnen. Van wat krijg je dan en weet je? Ja, denk je dat hij luistert? Nee dus. Dus ik heb maar 1 batterij uit dat apparaat weggehaald. Zodat hij nou niks meer kan doen. Ja, en dus, maar in ieder geval, ik, ja kindje krijgt snoepjes, ja, ik weet het nog niet, oh ja, hier al, kijk, oh wat lekker, kom maar. Oh, en jullie willen een cookie? Willen jullie een cookie? Pakken dan. Nou zeg, ja, snoepjes van Gandalf pikken, hè? En dat wil Gandalf ook niet doen. En dan krijgt Rijka een klauw. En dat vindt Rijka weer niet fijn. En dat is gisteren ook dus gebeurd, hè? Stelen van een ander, omdat dat zo lekker is. Maar dat gebeurt niet. Kom dan. Hoppa. Zo. Ja.
Nou, jij kan al heel krijgen. Hoppa. Maar Rijke, die is ook uit op die snoepjes van Kandolf. En daar moet ik alert op wezen. Want Kandolf wil wel wat vergeten. Omdat het tussen zijn pootjes dus zo ligt. Nou, allebei op. Goed zo. Grote kindertjes. Zie je wel? Kan wel. Ja. En nou was ik daarmee bezig. Ja. En die keuken, dat is ook één dikke gigantische puinhoop. Maar dat boeit me niet. Komt wel wanneer ik maar weer niet zo moe ben. Misschien vanavond en anders morgen. En wat ik in ga nemen, dat is dit. Maar ja, dat is in zo'n flesje. Je schudden voor gebruik. Ik doe het straks wel opnieuw. Maar dat zit in zo'n glazen pipetje. Nou, je voelt het niet vallen. Ik kan wel knijpen, maar als je te veel knijpt, dan kan het ook fout gaan. Dus ik moet het zien wat ik doe. Dus ik doe het op een lepeltje. En het lepeltje, het handvat van het lepeltje, leg ik hier zo op een randje van een bord of wat dan ook. Zodat ik rustig druppeltjes in het lepeltje kan laten vallen. En dan onder mijn tong haal ik het zo met mijn tong eraf. En dan moet ik het een minuut laten zitten. En dan kan ik het doorslikken. Dat gaan we dus zo meteen even doen. En daarna duik ik mijn bed weer in. Ha! Jeetje, echt. Meneer is het water drinken, maar dan doet hij zijn pootje in de bak en dat likt hij af. Zo drinkt hij dus water. Boefie. Maar oké, lieve vrienden, een hele fijne zondag verder jullie allemaal en zie jullie later wel. Ja toch, komt goed. Doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, en weer aangekleed en al. Maar het is in die tussentijd allemaal wel weer 16:52. Oké, ik heb elkaar aan de telefoon gehad. En ik ben nou nog weer vergeten die wasdroger aan te doen. Moet ik dus weer naar boven. Ja, dat moet ook eerst. En dan moet ik de meisjes uitlaten. Ja. Maar in ieder geval, ik ben weer aangekleed. Ik ben er weer... ik ben nog wel wat moe. Maar ja... Dat blijf ik toch de hele week, denk ik, al houden. Want jullie weten hoe ik ben. Als ik een dag actief bezig ben geweest, zoals gisteren. Echt meer dan actief. Dan moet ik een week bijtrekken. Maar ja, kan ik niks aan doen. Dat komt gewoon omdat je van alles en nog wat markeert. Als jij wat ook markeert, jullie jongere garde. Als jullie wat gaan markeren. De leeftijd... speelt geen rol, want je kan bij wijze spreken, ik noem maar wat, een ongeluk krijgen, dat je dan daar gewoon niet ziek van wordt. En of je bent het al, dat je bij je geboorte mee hebt gekregen, kan best. Maar als je dan een dag iets mee hebt gemaakt, iets actiefs hebt gedaan en amper de nacht ervoor hebt kunnen slapen, ja, dan ben je de hele week geraakt. Ja, ik denk dat we er wel een heleboel dat zullen hebben. Je bent gewoon geradbraakt. Maar in ieder geval, het is 15 graden zeggen ze daar. Op de computer zeggen ze 14. Op mijn telefoon zeggen ze 14. En het voelt als 12, dus het is wel koud. Dat dus. Maar in ieder geval. Jullie weten dat de keuken een bende is, maar ik moet ook wel weer eerst... aan een vlog werken. En vooral aan een vlog van Karin, want die moet, dacht ik, morgen online. Weet ik niet zeker.
maar ik denk het wel. Maar in ieder geval dan nog een vlog voor mezelf. En dan ga ik morgen weer eventjes ook weer een paar vlogs voor mezelf ook maken. Want ik loop nou ook natuurlijk weer achter. Want ik heb gisteren niks gedaan en vandaag ga ik ook voor mezelf niks doen. Dus dan loop ik weer 2 dagen achter. Maar dat staat nog. Ja, dat staat nog. Ik moet denk ik voor Karen aan de slag. Ja, dat gaan we straks ook wel doen. Maar ja, dat is een hele lange vlog, geloof ik. En dan moet je ziek bij zien te toveren. Ja, dat allemaal dus. En Karen die filmt ook wel eens graag naar de grond. Nou ja, de grond daar hek niks aan, weet je. Dus dat moet ik allemaal dan de weg, tussenweg knippen. Ook dat. Ja. Dan heeft ze de camera aan. Maar dan is er eentje erbij die de bewijsspreker er niet op wil. Dan gaat die camera naar beneden. Dus ja, nou ja, daar heen niks aan. De grond. Want we hebben allemaal een grond. Ja, dat is een bestrating. Maar ook, ja, gras. Om het toch niet te zien, kun je zelf ook wel bekijken. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En smakelijk eten, bon appétit. Want het loopt alweer, zoals ik al zei, het is, die loopt nou voor. 16:55. En hij loopt nou een heel eind voor, want die klok die stond gisteren stil. En zomaar uit het niets stond die stil. Hoe dan? Ik had hem niet stilgezet. En toch stond die uit het niets stond die stil. En toen wil ik hem weer op tijd gaan zetten. En toen was die ook van de kaart. Ik denk, wat is dit? Ga jij stuk? Ga je me weer verlaten? Zolang ben jij nog niet heel, dus blijf heel. Ja, je bent niet gevallen, niks. Hoe het kan? Ik weet het niet. Er stond zo uit het niet, omdat ik thuis kwam gistermiddag, deed hij het nog. En ik kan me niet herinneren dat ik haar in de klepel heb stil laten hangen. Of Patrick. En nee, dan hing dat ding stil. Ja, dan wil je hem gelijk gaan zetten. He, die slinger geeft je hem op de waaier en je wilt hem gelijk zetten. Ja, 15:15 sloeg hij bij wijze van spreken half. En 15:15 sloeg hij het hele uur. Ja, nee, dat is niet goed daar. Nee, maar hij doet het nou weer wel. Hij heeft het nou bijna 16:45 en het moet nog 17:00 worden. Maar ja, laat hem maar even lekker aan, totdat ik er tijd voor heb om mee bezig te zijn. Hij doet het in ieder geval weer. Ja, hè? Ja? Hé? Kleine lieve meid. Jo? We gaan lekker lopen. En eerst naar boven. Ja, dan met de meisjes. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Doei, doei. Ja, ja, we zijn weer thuis, zeg maar. En loopt er hier ook eentje ergens rond te mekkeren. En dat is Kandalfie. Kandalf. Waar ben je? Oh, weet je, wil je, weet je dat zeker? De droge die draait wel, hè? Maar je hebt daar ook eten staan. Hier. Ja. Dus, ja, ga maar eten. Ja, en ik heb een bak koffie voor me staan. En dus, ook lekker. En daar is madame Marijka. En de klok heeft bijna 6:00 en het is 17:42. Dus straks, als die geslagen heeft, hang ik hem stil. En dan als die het 6:00 heeft, geef ik hem weer een slinger. Dat dus. Ja, moet wel even gebeuren, vind ik. Ja toch? Ja, en ik ga zo meteen aan een vlog beginnen en daar begint de klok. Wacht op 6 slagen en dan komt het goed. Ze zeggen geniet ze en tot strakjes maar weer. Nou, die ligt daar heerlijk. Ja, je zou er zo bij willen liggen. En dat kleine hoofdje ligt daar. Ja. En dat kleine hoofdje ligt daar. En wij gaan zo meteen weer naar bedje toe. Ja, want ik voel hem nog wel hoor, van gisteren. Oftewel, eergisteren alweer, want het is alweer maandag. Het is 12:16. Ja. Ik heb de meisjes al uitgelaten. De vlog die was klaar op YouTube. En ik hoop dat ik het goed heb gedaan en ons pech gehad. Want ik heb het vanavond niet meer gehoord.
met bellen of wat dan ook. Maar de vlog die staat in elkaar op YouTube ingepland voor morgenmiddag 2:00. Dus ja, het zal me verder een worst wezen. Ik vind dat hij goed eruit ziet en leuk eruit ziet. Dus ja, dat dus. Met een hoop muziek eronder, want ja, het is een ontoer en dan heb je de muziek eronder. Ja, kind. Ja, schat. Hij komt dan niet bij me. Hoppata. Hé, hé, kereltje, hè. Kom maar. Zo dan. Zo, nee, wil je dat niet? Nou, dat niet hoor. Dat niet hoor. Maar in ieder geval, ja, we gaan lekker naar bed. Televisie moet nog uit, computer is al uit. Ja. En ik moet toch nog een kruik klaarmaken voor mijn koude voetjes. Want het is niet al te warm dat ik met de meisjes liep. Het is 12 graden, maar het voelde aan als 10. Dus ja. Het wordt wel kouder en kouder, want dan gaat het toch. Gaat de temperatuur weer omhoog en we zouden wat slecht weer gaan krijgen. Ik heb het ook al voelen regen, maar ik heb niet op mijn telefoon gelet. Hoe en wat met die regen. Hoe erg het gaat worden, ja of de nee, ik niet te weten. Dan zullen we eens even koekeloeren. Nou, die heeft niks. En die zal er nog wel niks hebben. Nee, dat was ook niet noemenswaardig. Ja, er komt wel een hele piek aan om 2:20, et cetera. Dat heeft die andere nog niet eens. En dus, tenminste net niet. Ja. Oeh, ben ik zo lief. Nee, die heeft dat niet. Och, godje. Is dat zo lief allemaal. Hé? Maar in ieder geval, we gaan wel een eind eraan breien. Denk jij even om mijn jurk met je nagels? Ga maar er weer af. Zo. Maar in ieder geval, lieve vrienden, welterust. Slaap lekker met mooie dromen. En geniet van jullie nachtrust. En degene die morgen werken moeten, werk ze. Degene die naar school moeten, leer ze. En, ja, en zo niet, geniet in ieder geval van je dag. En ja, jullie weten het gewoon. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doegie.